Hoi allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. De laatste paar weken wilde ik eigenlijk steeds filament bestellen. En ik bestel normaal gesproken filament van het merk Aesun. En dat doe ik bij de firma Hobby King. Echter, en dat blijkt ook op het forum van Hobby King, de laatste tijd kunnen ze bijna geen Aesun PLA leveren. Dat is vervelend, want Aesun PLA bij Hobby King is toch al wel gauw een eurotje of 5, 6 goedkoper dan een kilo bijvoorbeeld Reaal PLA, wat je bij 1, 2, 3, 3D bestelt. Reaal PLA is van Nederlandse bodem, is een goed filament, mooie kleuren en goed printbaar. Alleen ja, er is niemand die een dief is van zijn eigen portemonnee, ook ik niet. Dus in principe bestel ik liever wat goedkoper. En tot nu toe is Aesun me goed bevallen. Kleuren zijn misschien niet zo vol als Reaal, maar verder is het een goed filament. Echter, omdat ik daar al 3 weken een probleem heb om überhaupt iets aan PLA te vinden, wat zeg maar van een redelijke prijs is bij hen, althans van Aesun, daardoor ben ik op zoek gegaan naar wat andere filamenten. En daarbij kwam ik best wel iets bijzonders tegen. En aanvankelijk vond ik dat te duur. Ik kwam op de website van 3D Jaake. Dat is eigenlijk een Duitse webfirma, maar die ook een Nederlandse website heeft. Kwam ik Filamentum tegen. En dan wel in de kleur, even kijken, Extrafil Vertigo Galaxy. Alleen, dat kostte 7,500 gram, kostte daar zo'n 26 euro. Dat is vrij duur voor een filament. Echter, door een beetje doorzoeken kwam ik erachter dat ze ook 2,5 kilo rollen konden leveren. En die kostte 69 euro, 68,99 euro. Klein beetje een rekensommetje makend. Ik ben bij Hobby King voor 3 kilo ongeveer 52 tot 53 euro kwijt, alles bij elkaar. Dan nu 68, 69 euro voor 2,5 kilo. Ik ben maar een keer brutaal geweest en ik heb dat besteld. Later, overigens, kwam ik erachter dat dit filament een heel bijzonder filament is. Want het is een van de mooiere filamenten en heeft dan ook in 2018 een prijs gekregen voor een van de mooiste kleuren die er is. Tja. En hier is hij dan, een gigantische rol met filament, 2,5 kilo filamentum Vertigo Galaxy extra veel van filamentum. Het schijnt hele goede printkwaliteiten te hebben. Het schijnt ontzettend mooi te zijn als je, je kunt bijna de lagen niet zien, zoals men zegt tenminste. Dat zou ik moeten gaan uitvinden. Ik ga deze uitpakken. Laat ik dat eerst maar eens even doen. Laat ik dat gelijk maar even doen. Er zit namelijk plastic omheen. Ik weet niet of je dat zien kan. Een soort van wrap. En die gaan we er eerst maar eens afhalen. Het zit natuurlijk in een doos, hè, dat snap je. Die doos die heb ik er al af. Je moet wel even rekening houden bij 3D Jaake dat de levertijd ongeveer 2,5 week bedraagt. Zo. Ik heb het eraf. Ik weet niet of ik van dichtbij, het is een filament, het is zwartkleurig, zwart donkergrijs, met ja, kleine schilfertjes erin. Overigens, daarbij gelijk gezegd, het is niet abrasive. Dus het is niet iets wat je nozzel aan de binnenkant gaat uitslijten. Maar er zitten wat kleurige deeltjes in. Nou, hiermee ga ik vandaag maar eens even wat printen. En aan het eind van de video zal ik daar wat beelden van laten zien. Hoe dat eruit ziet. Dit is dus, ja, eigenlijk was het niet de bedoeling om het te bestellen, maar wel verrassend. Een mooie rol, 2,5 kilo, met een mooi kleurtje filament. Ik ben benieuwd hoe dat het eruit gaat zien. Tot zometeen ga ik de resultaten laten zien, maar alvast tot de volgende keer en veel plezier tijdens het printen. Dag! Ja, even zoals beloofd, wat video's van de kwaliteit van die Vertigo Galaxy, die filamentum extra fill.
Het is een fantastisch mooi filament. Het zorgt ervoor dat bijna de lijnen bijna niet te zien zijn, dus de printlijnen. En ik weet niet of de film het recht doet, maar je ziet als het ware de goudsparkeltjes in het filament zitten. In deze buste van Rembrandt van Rijn. Niet alleen Rembrandt van Rijn geprint, ik ga ook nog even het tweede object laten zien. Die is wel mislukt. En dat heeft wel met die rol te maken van 2,5 kilogram. De print had iets hoger moeten zijn, maar hij is toch wel redelijk goed geworden. Dit is een tiki mug, van een tiki mok. En ook deze, je ziet die kleur sparkelen. Het is een fantastisch mooi filament om mee te werken. Nou, ik toch dit aan het laten zien ben, een video of 2-3 terug hebben we het even gehad over het filament wat vochtig kan worden. Nou, inmiddels heb ik de luchtdichte boxen binnen, die hadden we in de video al gezien. Wat we ook binnen hadden, dat was de ontvochtiger. Echter, wat we nog niet hadden, dat waren de vochtigheidsmetertjes. En heel verrassend, het resultaat van die actie met die luchtdichte boxen en die ontvochtiger. Ik heb een luchtvochtigheidsmetertje hier gewoon nu in de kamer staan, bij mijn filament hier op de schap boven mij. En op dit moment leest dat ding af een luchtvochtigheidsgraad van 50 graden. Nu heb ik twee luchtdichte boxen aangeschaft en slechts één ontvochtiger. In de ene luchtdichte box heb ik dan ook wat exotisch filament zitten. Met allemaal van die siliconen zakjes erin, maar niet met die ontvochtiger erin. Daar meet de vochtigheidswaarde 45%, dus dat is 5% minder en dus iets beter. Maar verrassenderwijs, die box waar dus nu die luchtontvochtiger in zit, die ik 1 keer in de 14 dagen zal moeten opladen, die meet op dit moment slechts 10% aan luchtvochtigheid. Dus als je op zoek bent naar een goede oplossing voor je filament droog houden en daarmee zeg maar zorgen dat het filament niet kapot gaat, schaf een luchtdichte box aan. Kijk bij AliExpress, daar hebben ze die humidifiers, zo heet dat, luchtontvochtigers die gewoon op een accu werken. Die kun je opladen, later in die box plaatsen. En dan ga je daar echt hele goede resultaten mee boeken. 40% minder luchtvochtigheid. En op dit moment bewaar ik daar dus al mijn filamenten in wat ik gebruik. Onder andere dit hele mooie filament. Die Filamentum Extra Fill Vertigo Galaxy. Nou, als je een keer centen over hebt, het is echt de moeite waard. Daar.